Goedemiddag. Ik sta sinds anderhalf jaar op dit soort congressen, wat ik nooit had gedacht, omdat ik ben wielrenner geweest, ik ben tegenwoordig sportjournalist. Maar ik heb anderhalf jaar geleden volledig toevallig iets gestart, wat volkomen absurd is, een bergbouw in Nederland. Het verhaal begint na de Tour, de France van vorig jaar. Ik reed vrijwel rechtstreeks vanuit Alpe d'Huez terug naar Nederland, samen met een collega. En zoals heel veel mensen, volgens mij, die uit de bergen komen en die Nederland inrijden, die denken vaak als ze de grens overrijden, wat is het hier ongelooflijk saai en plat. Dus ik zei tegen die collega, joh, we zouden een berg moeten hebben in Nederland. Een aantal dagen later moest ik een column schrijven voor nu.nl. Ik had totaal geen inspiratie en ik heb teruggegrepen naar wat ik een aantal dagen eerder tegen mijn collega had gezegd. We gaan een berg bouwen in Nederland. Dus ik tikte een column met dat idee. En ik weet nog dat ik op de bank zat en het terug zat te lezen. En ik eigenlijk dacht, ja, dit kan ik niet maken. Ik schrijf een hoop onzin op in columns, maar dit gaat echt te ver. Dus ik liet het aan mijn vriendin lezen en die zei, nou ja, hartstikke leuk, moet je opsturen. Prima. Dus nou ja, ik heb vervolgens op cent gedrukt. Niet meer aan gedacht. Ik heb later nog wel eens aan mijn vriendin gevraagd waarom ze zei dat het oké was om op te sturen. Toen zei ze, ja, we gingen uit eten en ik had geen zin dat je nog 2 uur aan de column zou zitten werken. Gewoon even om aan te geven hoe lullig zoiets begint. De volgende dag was mijn mailbox volledig ontploft. Zonder te weten had ik een open zenuw geraakt. En bleken er ontzettend veel mensen te zijn die er al veel en veel meer over hadden nagedacht. Die hadden gerekend, die hadden getekend. Mensen die me krantartikelen opstuurden uit 1978 over een berg van 3 kilometer in de Wieringermeer. Let wel, toen was ik -2. Maar het deed me beseffen dat er misschien wel echt iets van te maken was. Dus ik heb daar een paar dagen over nagedacht. Ik heb nagedacht over grote projecten, over megalomane projecten. En ik heb me beseft dat we in een land wonen dat onder de zeespiegel ligt. Wat je aan een buitenlander eigenlijk niet kunt uitleggen. En min of meer toevallig stuit ik op dit citaat van Einstein. If at first the idea is not absurd, then there's no hope for it. Nou ga ik mezelf niet vergelijken met Einstein en niemand bij ons in het project, maar hij heeft natuurlijk wel gelijk. Alle vooruitgang die wij ooit hebben gemaakt is begonnen met een totaal belachelijk idee. Dus ik heb vervolgens nagedacht, hoe ga je zoiets organiseren? Ga je aankloppen bij de overheid en ga je zeggen, jongens, we moeten een berg hebben. Steken jullie er even een paar miljard in en dan gaan wij hem wel bouwen? Nee. Volgens mij moet het niet zo. Dit is de manier waarop wij de afgelopen jaren, of tientallen jaren, projecten hebben aangepakt van deze schaal. Van bovenaf, dit zie ik eigenlijk als de beslissingspyramide, van bovenaf en dan wordt het langzaam maar zeker naar beneden gedrukt. Dus het begint bij een grote overheidspartij die langzaam maar zeker laag voor laag naar beneden drukt. Ik denk dat dat niet de manier is om dat te doen. En zeker niet dit soort projecten. Goed voorbeeld, Jan-Peter Balkenende die verzint dat er een tulpeiland voor de kust van Nederland moet komen. Hij overtuigt daar zijn ambtelijk apparaat voor van. Zijn partij wordt langzaam maar zeker naar beneden doorgedrukt. Totdat je bij een grote groep mensen komt, de bevolking, die zegt, ja, leuk zo'n tulpeiland voor de kust van Nederland. Dat je vanuit de ruimte kunt zien dat er een tulp voor Nederland ligt. Maar wij komen niet zo vaak in de ruimte. Het zal voor een aantal hier misschien iets anders zijn, maar toch. Dus volgens mij moet het heel anders. Dus wat ik eigenlijk vanaf het begin heb gedaan, ik heb een besef dat ik als journalist en columnist in een vrij unieke positie zat, namelijk om mensen te organiseren. Ik had totaal geen idee hoe ik een berg moest bouwen, maar ik heb wel gedacht, als ik nou gewoon iedereen vraag, help mee. Iedereen heeft zijn eigen verantwoordelijkheid. Dan doe je dus in feite dit. Je draait die berg, die beslissingspyramide om. Het werd op een gegeven moment een trending topic op Twitter en social media die begonnen erop te springen. En dan merk je eigenlijk dat we in deze tijd heel makkelijk, heel snel, heel veel mensen bij elkaar kunnen brengen als er maar een idee staat wat prikkelend genoeg is. Binnen 2-3 weken stonden er 50 grote bedrijven op de stoep. Die allemaal zeiden, ja, maar als je dit gaat doen, dan willen wij er graag aan meewerken. En dat waren architecten, ingenieurs, bouwers, maar ook mensen uit de economie, financiële mensen, kunstenaars. En het mooie is, als je al die mensen bij elkaar zet en je maakt een heel groot open innovatieproces, dat je innovatie krijgt. En dat je de meest fantastische ideeën gaat organiseren. Dit was mijn idee. Om even aan te geven, hoe bouw je een berg als leek?
nou ja, ik woon niet zo ver van het strand af. Je gaat naar het strand met een schep en een emmer en je begint te scheppen. Dus deze berg was 2 kilometer hoog, helemaal gemaakt van zand. We hebben later nog eens een keertje uitgerekend hoeveel het zou kosten. Dat zou 210 miljard geloof ik kosten. En 150 jaar om überhaupt het zand bij elkaar te verzamelen. Niet zo'n goed idee. Maar als je allerlei van die knappe koppen bij elkaar zet, vanuit allerlei verschillende terreinen, dan krijg je wel goede ideeën. Dit is een concept dat is gemaakt door een aantal architecten. En die zeiden, je moet een berg helemaal niet zien als een massief ding, maar je moet het als een hol gebouw zien. Een gebouw in de vorm van een berg. En destijds was de focus nog heel erg gericht op sport. Zo gek je het kon verzinnen. Maar hoe langer we erover na gingen denken, als je over een berg praat, als je over hoogte praat in Nederland, wat niet bestaat, of nauwelijks bestaat in Nederland, en je gaat dat vanuit een blanco blaadje construeren en bedenken, hoe langer er over werd gepraat, hoe meer eigenlijk mensen begonnen te beseffen dat het veel grotere kansen bood op heel veel andere gebieden. En zometeen gaat de projectdirecteur van dit project, Kaloem, gaat hier even verder op in. Maar om even een paar dingen te noemen. Energieproductie, door middel van waterkrachtcentrales. Een idee dat is ontwikkeld door de Technische Universiteit van Eindhoven. Windtunnels in een berg om windenergie te maken. Hennepplantages. Grapje. Dit is een manier, het heet Plant Lab. Een manier om voedsel te verbouwen. In afgesloten kamers. Stadions. En we kwamen eigenlijk steeds meer tot de conclusie dat er 3 grote vragen waren om op te lossen. Is het technisch haalbaar? Is het financieel haalbaar en is het maatschappelijk haalbaar? We hebben een stichting opgericht om die haalbaarheid te onderzoeken. Na een aantal maanden kwamen we eigenlijk achter met alle constructeurs en alle technici praten. Dit is technisch haalbaar. Er worden dit soort dingen overal over de wereld gedaan. Sterker nog, Nederlanders zijn ontzettend goed in prachtige megalomane projecten maken. Als er ergens een vliegveld in zee moet worden gebouwd, dan zijn Nederlanders die het bouwen. Als er ergens palmeilanden worden aangelegd, dan zijn het Nederlanders die het bouwen. Dus we gingen eigenlijk steeds meer ervan uit dat technisch gezien dat dit haalbaar is. Dus dan ga je eigenlijk naar een aantal andere dingen. Is het financieel haalbaar? Is het maatschappelijk haalbaar? En hebben we wel ruimte in Nederland? Er zijn een aantal mensen bezig geweest. Een werkgroep, de locatiewerkgroep. En die hebben gewoon eigenlijk gedacht, wat als we nou allerlei plekken gaan uitzoeken in Nederland of dit überhaupt past. Voor een berg van 1 kilometer hoog heb je ongeveer 6x6 kilometer omtrek nodig. En wat bleek? Dat kan makkelijk. De gele stippen op deze kaart zijn de plekken die wij nu aanhouden als potentiële locaties. Het kleine stipje voor de kust van Bergen aan Zee is 6x6. En in de andere locaties kan je meer spelen waar de berg precies komt te staan. Een van de beste locaties op dit moment is in het Markermeer. Daar is de gemeente Almere en de provincie Flevoland ook erg over te spreken, want die zoeken al heel lang naar een bestemming voor die plek. Maar er resten nog 2 vragen. Is het financieel haalbaar en is het maatschappelijk haalbaar? Of het financieel haalbaar is, dat weten we nog niet. We moeten echt nog zo verschrikkelijk veel onderzoek doen. En dat gaat nog minstens 1,5 jaar duren, zoals het er nu voor staat. En misschien nog wel veel en veel langer. We weten in ieder geval dat we op een bepaalde manier dat onderzoek al moeten financieren. Dus we hebben een paar ludieke dingen bedacht. We hebben bijvoorbeeld een aandelensysteem gemaakt waar je nu al aandelen kan kopen in een berg. Er zijn nu al bijna 1500 mensen die een aandeel in een berg hebben, die nog niet bestaat. We hebben merchandising opgezet, wielershirts, autostickers en een aantal grote sponsoren. Met eigenlijk alleen maar als doel om te kijken hoe ver we dit onderzoek, hoe professioneel we dit onderzoek kunnen aanpakken, hoe eerder we weten of dit financieel ook haalbaar is. En we hebben onderzoek laten doen naar de maatschappelijke haalbaarheid. Die is nu ongeveer 50-50 hoeveel mensen ervoor en tegen zijn. Dus 50% van de mensen is voor, 50% van de mensen in Nederland is tegen. En wat we heel erg zien, is dat hoe jonger mensen zijn, hoe meer ze voor de berg zijn. Met andere woorden, als we maar lang genoeg wachten. En hoe meer mensen ervan afweten, hoe meer ze voor zijn. Dus het is onze taak om overal te verkondigen waar die berg nou eigenlijk voor staat. En dat het niet een megalomaan ding is waar je niks aan hebt. Kaloem gaat nu een beetje verder in
op de innovaties die eraan gekoppeld zijn. Om af te sluiten, wat mij betreft, de afgelopen anderhalf jaar is een gigantisch avontuur geweest. Dit is op dit moment een van de grootste innovatieplatforms van Nederland. Het vak De Berg wordt op school gegeven, zowel op technische universiteiten als op VWO-scholen. Het is totaal belachelijk, het idee, maar het wordt elke dag een klein beetje minder belachelijk. Ik geef het woord aan Kanon. Ik ben een van de gekke ingenieurs die ingestapt is in dit bijzondere project van Thijs Sonneveld. Mijn naam is Kang Zhou. Ik werk voor advies- en ingenieursbureau Oranjewoud. En voor het project De Berg heeft Thijs me gevraagd om hem te helpen in de rol van projectdirecteur. En ik wil u graag meenemen in de innovaties die we in dit project tot op heden meegemaakt hebben. Ik ben in een heel vroeg stadium betrokken geraakt bij het project. En toen ik in gesprek was met Thijs en hoorde van zijn droom om een berg van 2 kilometer te bouwen, begon ik me eerst even voor te stellen van wat is dat eigenlijk, een berg van 2 kilometer. En hoe hoog is dat eigenlijk? En dan ga je, als je op straat bent of in de auto rijdt, ga je dan, zie je gebouwen en dan ga je ermee vergelijken van wat is dan 2 kilometer als je dat gebouw ziet. Het hoogste gebouw in Nederland is de Maastoren in Rotterdam, 165 meter hoog. Voor onze begrippen enorm hoog dus. En als je die 12 keer om elkaar stapelt, dan kom je op 2 kilometer. En dan ga je beseffen, 2 kilometer is best wel hoog. Daarnaast ga je dan denken van oké, hij is zo hoog. Hoe ziet het er dan uit? Dan krijg je een beetje dit soort denkbeelden. Thijs wilde een berg waar je tegenaan kan fietsen, waar je op kan trainen. En dan zie je dat je inderdaad op zo'n berg kan trainen en kan fietsen. Maar je kan nog veel meer. Er is zo'n grote oppervlak, je zou er gebouwen op kunnen maken. Je zou er woningen op kunnen bouwen. Je zou er allerlei typen vastgoed, zoals kantoren, op kunnen bouwen. Het is enorm, dat oppervlak. En dan ga je nog een dimensie verder denken. Een natuurlijke berg is inderdaad massief. Maar wat als we die berg hol maken? En dan zijn de mogelijkheden onbegrensd. Probeer je eens voor te stellen dat je nu midden in die berg staat. Je kijkt nu naar het dak en die schuiven even 2 kilometer omhoog. En de wanden hier zo, die schuiven ook een paar kilometer naar links en rechts. En jij staat midden in die berg. Als je dat voorstelt, denk je de mogelijkheden in die berg, die zijn gewoon onbegrensd. Maar wat kan je dan allemaal met die berg? Die zoektocht hebben we eigenlijk met pak een beet 50 verschillende bedrijven. Groot, middelgroot, klein, met kennisinstituten, met TU's, met hogescholen. En we zoektocht met elkaar gedaan. Wat zou je allemaal met die berg kunnen doen? En het meest fascinerende is dat je dan erachter komt hoeveel innovatieve ideeën iedereen heeft. En dan zie je hoe bijzonder het is als je dat soort ideeën bij elkaar brengt. En een aantal van dit soort innovatieve ideeën wil ik jullie laten zien. Eén onderwerp waar we over zijn begonnen is duurzame energie. Een maatschappelijk issue. Maar als we een hoogte weten te creëren in het platteland waar wij in leven, 2 kilometer hoogte, wat voor extra nieuwe mogelijkheden kan het ons brengen op het gebied van duurzame energie? We hebben ook enorm veel windmolens. En als je die windmolen nou op een andere hoogte plaatst, 500 meter hoogte of op 1 kilometer hoogte, wat voor een extra dimensie geeft dat qua duurzame energieopwekking? Als je probeert voor te stellen dat als je op een hoogte van 500 meter zit, dat de windsnelheden 1,5 tot 2 keer zo hoog zijn, dan kun je dus veel meer energie gaan opwekken. En adviseurs van energiemaatschappijen of andere instituten hebben ook gedacht van als we nou zo'n berg van 2 kilometer hoog hebben, zouden we een waterkrachtcentrale kunnen maken. Wie heeft dat ooit gedacht? Een waterkrachtcentrale in Nederland. Als je enorme hoeveelheden water op een hoog niveau met een snelheid naar beneden laat gaan om daarmee duurzame energie op te wekken. Ze hebben dat berekend en dan kunnen enorme grote hoeveelheden geld worden verdiend en ook heel veel energie opgewekt worden op een duurzame manier. Een andere mogelijkheid die studenten van de TU Eindhoven hebben aangedragen is bijvoorbeeld windtunnels aanbrengen in de berg. Kan je windtunnels op een bepaalde hoogte aanbrengen waardoor heel geconcentreerd
heel veel wind met een snelheid door een windtunnel gaat en daarmee energie opwekken. En de theorieën die laten zien dat je daarmee nog veel meer energie kunt opwekken dan bijvoorbeeld windmolens. Nou, duurzame energie hebben we heel wat leuke innovatieve ideeën gehad. Maar ook op het gebied van voedselproductie. Er zijn allerlei bedrijven die aan het nadenken zijn van kunnen we op een andere manier onze voedsel produceren dan dat we nu al doen. En PlantLab is er een van. Die hebben al een behoorlijke tijd bestudeerd of ze in gesloten units voedsel kunnen produceren. Gesloten units waarbij ze met ledlampen met verschillende kleuren zaden tot gewassen kunnen laten groeien. En die ontwikkelingen zijn verregaand. En het voordeel is, het smaakt nog lekker ook. En daarnaast is het qua waterverbruik om dit soort voedsel te produceren 90% minder dan de voedselproductiemethode die we nu gebruiken. En qua energieverbruik is het ook minder. Nou, dat klinkt heel erg mooi, maar wat betekent dat voor de berg? Stel nou dat we die berg in Markermeer plaatsen, een fictieve locatie, en we hebben een holle berg waarvan we 10% gebruiken om te vullen met die voedselproductieeenheden. Dan zou je iedere dag alle grote steden rondom het Markermeer, inclusief de bewoners, toekomstige bewoners van de berg, iedere dag zou je ze kunnen voorzien van voedsel, van salades, van groenten. Nou, dat is een fantastisch idee die door PlantLab bijvoorbeeld is ingebracht. En natuurlijk meervoudig ruimtegebruik, ruimtes worden schaarser, kun je zoveel mogelijk verschillende combinaties van functies op, in en onder de berg plaatsen. Hier zijn een paar voorbeelden gegeven, waarbij je met name ziet sport en recreatie. Maar kun je er ook wonen, kun je er ook werken, kun je er datacentra in plaatsen, kun je er fabrieken in plaatsen, noem maar op. Mogelijkheden zijn legio. Ik ben ingenieur, dus ik ben natuurlijk ook geïnteresseerd van hoe zou je dit kunnen bouwen. We bouwen nu voornamelijk met beton en staal en we hebben onze geëigende funderingsmethode. Maar wat als we een berg van 2 kilometer bouwen? Kunnen onze geëigende funderingsmethode wel? En zijn onze beton- en staalklasses wel sterk genoeg? Het is leuk om met bouwbedrijven, met ingenieurs en ook met bijvoorbeeld materiaalproducenten in gesprek te zijn. Er zijn bijvoorbeeld staalproducenten die aan het denken zijn van tot hoe hoog kan ik met staalproducten bouwen? Moeten we onze staalkwaliteit nog verder vergroten? Of moeten we onze betonkwaliteiten nog verbeteren? Maar misschien zijn er wel heel veel nieuwe bouwmaterialen die we met elkaar gaan ontdekken. En daar dienen zich ook allerlei innovatieve ideeën aan. Een Italiaanse bedenker of inventor, die heeft 3D printing. Daar is hij een heel erg voorstander van. Ik heb daarna zo net boven ook een kleiner model gezien van 3D printing. Maar deze Italiaanse bedenker, die is dat verder aan het opschalen. Die heeft een passie voor bouw en die wilde dat via 3D-printing zijn constructies maken. Daar gebruikt hij zand voor en zeewater. En op dit moment gaat hij met 3D-printing, laag voor laag, kan hij al constructies van 8 meter hoog bouwen. En die is heel erg geïnteresseerd hoe hij samen met ons project verder kan brengen. En wij hem verder kunnen helpen met het opschalen van 3D-printing. En de laatste innovatie waar ik jullie mee wil nemen is de manier hoe dit project tot stand komt. Thijs heeft het net al een beetje verteld, maar vaak worden projecten door een overheid geïnitieerd. Maar dit is volledig andersom. Een volledige eigen initiatief van in dit geval Thijs Zonneveld, waar heel veel mensen op afduiken, passie ervoor hebben en dit project een stap verder willen brengen. En wat heel fascinerend is, is dat grote bedrijven en kleine bedrijven met elkaar samenwerken. En hun innovaties inbrengen. Ik werk bijvoorbeeld ook met concurrenten van mezelf. Maar we delen met elkaar de ideeën om een ogenschijnlijk onmogelijk project toch een stap verder te brengen. En als projectdirecteur vind ik dat heel inspirerend. Meestal kosten projecten soms wel eens energie, maar dit geeft energie. En ik hoef heel weinig te doen om mensen ergens toe te brengen om iets te doen. Want ze vinden het leuk en ik moet ze soms wel eens temperen, want ze gaan keihard en ik hou ze helemaal niet meer bij. En wat ik geleerd heb, en ik hoop dat jullie ook meekrijgen vanuit dit project, is dat we met z'n allen heel veel innovatieve ideeën hebben. Mensen die links, rechts of voor of achter je zitten, die hebben ideeën.
En wat het mooiste is, als ze die ideeën ook uitspreken. En ook met elkaar delen. Want zo kunnen we een stap verder. Wat we met het project De Berg nu aan het doen zijn, is niet alleen maar kijken naar maatschappelijke haalbaarheid, technische haalbaarheid of financiële haalbaarheid, maar ook om te kijken hoe we al die innovatieve ideeën, die zich tot op de dag van vandaag nog steeds aandienen, om daar synergie in te vinden. Om te kijken of we een project verder kunnen brengen. Toen ik me voorbereidde op deze presentatie, heb ik ook op de website van Nederland Innoveert gekeken. En daar stond ergens in van, wil je werken aan een project waarin we als Nederland laten zien dat we innoveren? Toen dacht ik van De Berg, laten we daarmee zien dat we innoveren. Als je hier achter me kijkt, zie je een wereldkaart met allemaal bergjes. En die bergjes, die staan voor alle locaties waar De Berg in nieuws is geweest. Op internet, op de krant, radio, noem maar op. En dan kun je best wel stellen dat De Berg Nederland best wel op de kaart zet. Wat we met deze presentatie onder andere willen laten zien is dat je soms grootse, gekke en waanzinnige projecten nodig hebt om innovaties verder te brengen. We leven in een tijd waar we overal zeggen het is crisis, projecten zijn niet haalbaar. Maar ik wil jullie uitnodigen, want jullie hebben allemaal goede ideeën om die in te brengen om projecten gewoon haalbaar te maken. En daarmee laten we volgens mij zien dat Nederland innoveert. Hier wil ik het bij houden. Fijn Thijs erbij. Mijn eerste reactie is ongeveer 18 minuten geweest dat het heel erg lacherig is het onderwerp. En dat is volgens mij ook al een motiverende factor om erover heel lang te kunnen blijven praten. Ik wilde jullie vragen om even de voorkant van het podium op te zoeken. Dan duik ik de zaal in, want er zijn ongetwijfeld vragen. En nog even om een van de woorden uit de toespraak van Thijs Zonneveld te halen. Belachelijk? Ja, nee? Wie vindt het belachelijk? Even check, check. Wie vindt het volslagen belachelijk? Wie vindt het niet belachelijk? Nou, dat is toch een helder antwoord. Het is niet zo belachelijk. Wie kende dit verhaal eigenlijk nog niet? Want ook, je begint ergens aan, het is nul bekend. Ja. Maar hoe bekend is dat? Wie kende het nog niet? Wie kende het wel? Nou, merendeel van de zaal kende het verhaal al. Heb je PR-werk uitstekend gedaan, Thijs. En toen kwam er dus een meneer bij van het architectenbureau Oranjewoud. En die zei, ik word directeur. Wauw. Hoe is de verhouding tussen jullie twee nog steeds goed? Niet te klagen, niet te klagen. Goed. Vraag uit de zaal, wie of wie? Ah, dat staat net de voorkant. Zou je willen gaan opstaan? En luid en duidelijk even je vraag willen stellen. Ik dacht nu in hoeverre jullie dit zien als een project waarin een x-aantal jaren echt een berg moet. Of veel meer een manier om innovatie in Nederland te stimuleren. Zien jullie al een tijd echt zo'n berg staan? Of een manier om technologieën beter op de markt te brengen en nieuwe dingen te zoeken bij de universiteit? Wat hij dus zegt, ik zal het even versterken aan deze kant. Of het ook echt als uiteindelijk utterly doel heeft om die berg te creëren. Of dat de berg het middel is om wellicht heel andere dingen te gaan creëren? Ik denk beide. Wat we nu al zien in de afgelopen anderhalf jaar is dat er allerlei innovaties zijn die het nu eigenlijk waard maken dat we dit gestart zijn. En daarnaast zijn we nu heel erg bezig met de concretisering van een berg. Er is een project dat heet Basecamp. Dat is een aantal maanden geleden opgestart. En dat is eigenlijk, heeft tot doel om een prototype te ontwikkelen wat er binnen een afzienbare tijd moet staan. Zodat we eigenlijk die stip op de horizon naar voren halen en al heel snel kunnen gaan nadenken over een concreet iets. En dat moet een ding worden van een meter of 40, 50 hoog, waarin al dit soort innovatieve systemen worden getest, geshowt en in de praktijk kunnen worden gebracht. Mag ik daar iets voor aanvullen? Zeker, geen gang. Het begon inderdaad met het bouwen van de berg. En dat is nog steeds het doel dat we hebben. En wanneer dat gebeurt, of het haalbaar is, dat zijn we aan het onderzoeken. Maar een bijkomstigheid dat we gaandeweg hebben ontdekt, is dat je daarmee met zo'n heel raar idee juist mensen stimuleert om innovaties in te brengen, om het project verder te brengen. En daarmee genieten we steeds meer ook van de reis ernaartoe. Of die bergen gaat komen, weten we nog niet. Maar wat we nu aan het doen zijn, is niet voor niets. Want wat we met elkaar leren, de werkmethode of de technieken die we ontdekken, kunnen we in andere projecten ook natuurlijk toepassen. Ja. Waarbij ik wel moet zeggen dat ik wel teleurgesteld ben, maar dat is alleen mijn gevoel, als het geen 2000 maar 842 meter wordt. Dat voelt dan als een teleurstelling ineens.
Dus we moeten wel voor die 2000 blijven gaan, toch? Maar als je dan voor 10% die berg voor voedsel wil maken, die kweeklampen, dan levert dat toch geen stroom meer op? Of wel? Sorry, wat levert er niet op? Hij vraagt, als je die berg voor voedsel wilt maken, hè? Dan kost hij al veel energie. Moet hij dan ook de energie opleveren, zeg je? Van die kweeklampen, omdat je zoveel gebruikt en zo. Nou ja, die berg zal ongetwijfeld ook energie kosten. Maar ja, de voedsel moet er sowieso worden geproduceerd. Dus of het nou in de berg wordt geproduceerd of in het Westland, dat is eigenlijk, dat streept tegen elkaar weg volgens mij. Men probeert dus CO2-neutraal te werken, energiekostend en energieopleverend. Maar het is wel echt een doel om alles zo energiezuinig mogelijk te maken. Daar wordt heel veel onderzoek aan besteed. Oké, meer vragen, dames en heren. Wie? Heb je überhaupt nog tijd om te fietsen eigenlijk, of niet meer? Ik niet hoor. Nee, hè? Helaas. Ik heb mezelf in mijn voet geschoten daarmee. Okay. Ik vroeg me af waarom jullie voor de vorm van een berg hebben gekozen. Waarom geen piramide? Of ligt daar geen grondslag aan? Of waarom hebben jullie het design niet veranderd? Nou, eigenlijk de vormgeving staat nog helemaal niet vast. Het is een gebouwde berg. Dus eigenlijk alle vormen die we zouden willen, zijn mogelijk. Dus het is nu het meest voor de verbeelding sprekend dat we nu gewoon zo'n punt kiezen. Maar het kan heel wat anders worden. Ja, het heeft waarschijnlijk alles te maken met de Alpe d'Huez, denk ik dan. Dus berg. Pardon? De Alpe d'Huez, dat is fietsen. Dat vinden we allemaal heel mooi als we uit Nederland komen. Vooral als Nederlandse fietsers erop fietsen. Ja, dat kan ik begrijpen, ja. Nee, we gaan heel erg uit van vorm volgt functie. Dus het gaat uiteindelijk om de functies die aan de binnenkant komen en aan de buitenkant. Wat voor een vorm die berg krijgt. Het is niet een doel op zich om een berg exact te maken zoals een bepaalde berg eruit ziet. Het gaat echt om wat voor functies er aan de binnenkant en aan de buitenkant komen. Ja? Oké. Alright. Meer vragen? Ja. De exploitatiekosten die zijn enorm hoog. Hoe zien ze daar? Als je niet voor de 2 kilometer gaat, is het natuurlijk, dan heeft het geen functie. 800 meter is niks meer tegenwoordig. Maar even vanuitgaande van die 2 kilometer, die kosten zijn veel te hoog om in één keer op tafel te leggen. Dus neem en dat er geforceerd zal moeten gaan gebeuren. Is daarover nagedacht? Ja. Geld. Dat zie je eigenlijk ook wel een beetje aan de vorm van deze berg. Want hij gaat op een gegeven moment de hoogte in. En wat we willen doen is gefaseerd bouwen. Dus we gaan eerst een kleine module ontwikkelen. En dan weer een volgende ernaast. Omdat het terugverdienmoment, als je in één keer alles doet, veel te ver weg ligt. En dan de rentekosten ook veel te hoog liggen. Dus we gaan gefaseerd bouwen, dat maakt ons ook flexibeler. Want misschien dat we over 20, 30 jaar wel hele andere bouwmaterialen hebben. Die kunnen dan in andere modules toepassen. Dus je hebt gelijk, of u hebt gelijk, we gaan niet in één keer de berg bouwen. Goed. Kom straks. Ik had nog wel een vraag, maar dit keer meer over de samenwerking. Want jullie zeggen dat jullie heel veel rond aan het kijken zijn natuurlijk op universiteiten en zo. Ik ben benieuwd, hoe doen jullie dan een samenwerking met het buitenland, binnen Europa, daarbuiten, en kijken al bedrijven mee? Hoe zit dat? Of zijn jullie op dit moment nog vooral zelf bezig? Het is een volledig open innovatieproces. Dus wij, op het moment dat iemand met een goed idee komt, of met een slecht idee, maar goed. Iedereen is welkom om hier aan deel te nemen. En we focussen ons voorlopig vooral op Nederlandse bedrijven. Omdat wij in Nederland, een bedrijf uit Oostenrijk zal minder interesse hebben om een berg te bouwen. Omdat er in Oostenrijk al meer dan genoeg bergen zijn. Dus we focussen nu vooral op Nederland. Maar je kunt, als je er logisch over gaat nadenken, als je het hebt over duurzame energie. Over alternatieve energiebronnen, over waterschaarste oplossen, over recreatie. Dan is het eigenlijk ligt in de lijn der verwachtingen dat je, die contacten bestaan nu al, maar dat je serieuze contacten krijgt uit landen als Qatar, Dubai, Abu Dhabi. Daar is geld ook minder een probleem uiteindelijk. Okay. Maar dat is nog toekomstmuziek. Ik wil jullie beiden hartelijk bedanken. Karel Boutot en Thijs Sonneveld, dankjewel. Ja.